Hey, rond en rood, dat betekent mag niet. Ja? Dus hier zien we iets wat niet mag. Maar welke is het? Vrachtwagens elkaar inhalen? Zo, we zijn bij mijn afspraak geweest. Ja, helemaal top, helemaal goed. Nou, dat ze daar zelf ook niet weten. Dan stuur je gewoon door naar de website. Ja. Een hele goede morgen allemaal. Ik ben Beauty en ik wens jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. En Lovely die zegt dan weer, het is vandaag woensdag 8 december 2021. En het is nou bijna 10:45 en we gaan naar buiten. En we wensen jullie nogmaals heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Een lady ook. Een leed? Ja. Ja, zoals jullie er zagen, hebben de honden even de intro gedaan. Met en met mijn stem, uiteraard. Hè, vanzelf. Maar oké, maakt even niet uit. Nee. Maar ja, het is inderdaad woensdag 8 december 2021. En het is nou bijna 10:45. Ik ga inderdaad zo de hondjes uitlaten. En ik weet niet of ik het red. Maar dan heb ik theorie tot 1:30. En dan moet ik Ron nog wakker bellen. En dan... 2:30 heb ik een afspraak en bij het gemeentehuis. Ja, dus ook dat. En Rodi gaat gezellig met me mee. Ja, afspraken gaan ook door. Mm-hmm. Ja, ik loop dus nu weer lekker buiten met de dames. Kijk, tjik, 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 kijk. 2:30. Ja, toen had ik haar in mijn mond. Helemaal lekker. Blech. Nee hoor. Maar ik ga nu even inderdaad lekker weer op de hondjes concentreren. En ik ga lekker zo naar huis lopen. Lovely, terug, kom. Kom eens hier. Kom eens dan. Ja, goed zo. Kom maar. Kom dan. Nee, ga je daar snuffelen? Dat mag. Goed zo. Dus feitelijke kennis komt eigenlijk overal bij terug. Met name bordenkennis, heel belangrijk. Komt natuurlijk bij gevarenherkenning, want die voorrang daar zo. Komt bij inzicht, komt dat terug. En uiteraard bij kennis. Nou, borden kunnen we aan hun vorm herkennen. Ik heb hier achter de trouwens een taaloverzicht. Maar laten we even bij het begin beginnen. Snelheidsborden. Nou, dit is natuurlijk de snelheidsborden. Wat moeten we weten over de snelheid? Mag je nooit overschrijden. Je mag nooit harder dan de maximum snelheid. Nou, dit is de enige die je wel mag overschrijden. Dit is de adviessnelheid. Adviessnelheid wil zeggen in een bocht of zo, dan mogen we met een bepaalde snelheid door de bocht gaan. Uiteraard einde adviessnelheid. Voorrangsborden, uiteraard heel belangrijk. Dit is de voorrangsweg. Einde van de voorrangsweg. Dat wil zeggen, zolang we op deze weg rijden, hebben we inderdaad voorrang op alles en iedereen. Wat ik even hier bij dit bord wil aanstippen is... het is belangrijk om te weten, we hebben echt voorrang op iedereen. Later gaan we namelijk een militaire kolonne tegenkomen. Gaan we een uitvaartstoet tegenkomen. Nou, dit is de enige uitzondering dat wij hun mogen doorkruisen. Stopbord is eigenlijk precies hetzelfde als haaitanden. De werking is precies hetzelfde. Aan wie verlenen wij voorrang? Aan kruisende bestuurders op de voorrangsweg. Let op, bestuurders, bijvoorbeeld als we een voetganger zien, heeft hij dus geen voorrang. Het gaat echt alleen om bestuurders. Nou, wat zijn bestuurders? Iemand die al op een fiets zit, is al een bestuurder. Heb je nog één uitzondering voor bestuurders? Dat is iemand die met een paard loopt. Dus ook al als je rijdt op een paard, ben je een bestuurder, maar ook al loop je met een paard, ben je ook een bestuurder. Het haaitandenbord is het enige driehoeksbord met de punt naar beneden toe. Stopbord is het enige bord met 8 hoeken. Waarom hebben ze dat gedaan? Zodat we dit altijd kunnen herkennen. Er zitten een paar vragen tussen, dan zijn de borden bedekt met sneeuw. En dan vragen ze, moet je alsnog stoppen? Ja, want we hebben dit altijd, kunnen wij dit bord herkennen. Ja, vandaar dat we een unieke vorm hebben gegeven. Nogmaals, voorrang verlenen aan kruisende bestuurders. Rond en rood. Ik scroll even heel snel doorheen. Dit zijn dus allemaal gesloten verklaringen. In het bord zien we voor wat het gesloten is. De maximale lengte van de auto is 12 meter. Oh, ja. Met aanhangwagen. Ja,
komen op de 18 meter uit, inderdaad. Dus de auto zelf mag maximaal 12 meter zijn, dat is best lang. Met aan- en lagen erbij mag je maximaal 18 meter zijn. De hoogte, je zei het net al, de maximale hoogte is 4 meter. De hoogte, ja. Maakt niet uit voor de auto, maakt niet uit voor de aan- en lagen. Allebei is maximaal 4 meter hoogte. Ja. Ook best hoog dan. Maar dat is dus inclusief de lading. De plusstrook is een strook op de linkerkant van de snelweg. Die is wat smaller als normaal. We zien hier langere lijnen. Dat wil zeggen dat er iets anders aan de hand is dan wat de breedte. En dan zullen we op de matrixborden hierboven zullen we ook een bord verwachten waar staat welke breedte dat dan is. En dan mag je dus niet oprijden als je breder bent dan in dit geval 2,3. Ga je doen. Tweede is de gordel af. Yes. Derde. Zijraam openmaken. We kunnen dus niet de deur openmaken, want we hebben waterdruk buiten. Dat gaat niet. Je krijgt je deur niet open, dus je doet je raam doe je omlaag. En als laatste is het natuurlijk de... Ja, als we de raam niet open krijgen. En als laatste is het de auto verlaten. Zicht richting het dak. Lucht blijft natuurlijk aan de bovenkant. Onderkant hebben we de motor en al die dingen. Dus we hebben altijd lucht aan de bovenkant. Als we te water zijn, hebben we altijd dat we het dak naar boven hebben. Dus hoe verlaten we? Zicht naar het dak, zwem weer naar boven. Anders zwemmen mensen in paniek naar beneden toe. Hey, rond en rood, dat betekent mag niet. Ja? Dus hier zien we iets wat niet mag. Om in te halen? Ja. Maar welke is het? Vrachtwagens elkaar inhalen? Nee. Inderdaad. Vrachtwagens mogen alle andere motorvoertuigen niet inhalen, maar iedereen mag elkaar wel inhalen. Wij mogen wel een vrachtwagen inhalen. De vrachtwagen is de enige die hier beperkt is. Zij mogen niemand inhalen. We zien hier ook al staan motorvoertuigen. Dit bord geldt voor de motorvoertuigen. Motorvoertuigen mogen elkaar wel inhalen, de vrachtwagen mag je niet inhalen. Wat waren de motorvoertuigen ook alweer? Dus stel je voor dat wij dit bord hebben. Dit is een verbod voor alle motorvoertuigen om elkaar in te halen. Nou, stel je voor dat er een tractor voor ons rijdt en we rijden buiten de bebouwde kom. Daar was onze snelheid 50. Buiten de bebouwde kom? 80, perfect. Stel er rijdt een tractor voor je met 25. Nou, iedereen is natuurlijk geïrriteerd. Je denkt, die tractor die rijdt wel heel langzaam. Dan gaan ze een onderbord plaatsen. Inhalen toegestaan voor de tractor. Tractor mogen wij wel inhalen. Maar alle andere voertuigen, motorvoertuigen, mogen elkaar niet inhalen. En blauw is verplicht. Ja. Dit is een... tram. Ja, inderdaad. Ja, dit is niet een kruising. Dit is niet voorrang verlenen. Dit is gewoon een rijbaan voor hun. Net als dat we een fietspad hebben. Dat we een voetpad hebben, een ruiterpad. Dit is een rijbaan voor lijnbussen en trams. Lijnbussen en trams, yes. Dus niet de vrachtauto, maar dit is de de bussen en de trams. Ja. Rond en rood, dan zeggen we mag niet, we mogen niet keren. Mogen wij hier naar links? Ja, we mogen naar links. Dit wil zeggen je mag niet keren, maar je mag gewoon naar links. Ja. Voor wie is dit een verbod om in te halen? Voor motorvoertuigen. Ja. Vaak kiezen mensen antwoord B, auto's, maar dat is dus fout. Het gaat om motorvoertuigen. De motorvoertuigen heb je net opgenoemd. Er zit nog één uitzondering tussen. Wie mogen we hier ook niet inhalen? Motoren, die is ook een motorvoertuig, inderdaad. Maar ik had het over de brommobiel. Ja, dat is ja. Een brommobiel. Dus wettelijk gezien is dit een bromfiets. Wie mag hierop rijden? Iemand met een scooterrijbewijs. Met een
rijbewijs AM. Wij gaan voor rijbewijs B, maar dit is voor rijbewijs AM. Dus als je 16 jaar oud bent en je hebt bromfietsrijbewijs AM, mag je al in dit ding rijden. Het lijkt op een autootje. Ze hebben ook een dak, gordel, radiootje van binnen, rondestuur. Ze denken dat ze een auto zijn. Ze volgen de regels van een auto. Deze mag overal waar die wil. Hij mag kiezen waar die wil. Een brommobiel, die moet altijd op de weg. Die mag niet op een fietspad. Volg de regels van de personenauto, want hij denkt in zijn hoofd dat die personenauto is. Dus die volgt de regels van de personenauto. Hij heeft wel de snelheid van 45, maar is gewoon een bromfiets. En inderdaad, het lijkt heel erg op die gehandicapte voertuig. Maar dit is dus de gehandicapte voertuig. Bij het examen zullen ze precies hetzelfde plaatje gebruiken. Ik zeg altijd zo, dit is die vierkante Lego doos. Dit is de gehandicapte voertuig. Die wat bollen. Dat is dus de brommobiel. Nogmaals, de plek op de weg is op de rijbaan. Gehandicapte voertuig mag kiezen waar die rijdt. Hij volgt dezelfde snelheden van een bromfiets. 30, 40 en 45. 30 op het fietspad binnen de bebouwde kom. 40 op het fietspad buiten de bebouwde kom. 45 als hij ervoor kiest om op de rijbaan te rijden. Hij heeft dus niet een verplichting van, fietspad, hij moet nu daar rijden. Mag ook op de weg. Sterker nog, hij mag op het voetpad met 6 km per uur. Als hij op het voetpad rijdt, is het een voetganger. En volgt hij de regels van de voetganger. Is hij bij een zebrapad, laten we hem voorgaan. Want het is een voetganger geworden. Zo, we zijn bij mijn afspraak geweest. Ja, helemaal top. Helemaal goed. En niet echt heel veel wijzer geworden volgens mij. Of wel, schat? Ja, wel iets. Wel iets. Waar ben jij wijs om geworden dan? Nou, dat ze het daar zelf ook niet weten. Dan stuur je gewoon door naar de website. Ja. Dus je krijgt een papier mee, gelukkig, met wat informatie. Ja, en dat papier die heb ik daar achter de gordel, zeg maar. Ja, deze kant, aan mijn kant. Maar er staat niet genoeg informatie op papier, dus er moet nog handmatig wat bijgeschreven worden. Ja. En ik zou dan een euro gaan besparen. Dus 12 euro per jaar, daar doen we het voor. Nou, nee. Dus ik ga sowieso nog even thuis even kijken voor een andere zorgverzekeraar. Ja. Wat misschien nog goedkoper is dan wat ik nu betaal. Want jullie mogen het best weten, ik betaal dus nu met mijn eigen risico erbij per maand. Betaal ik 177 euro. Nou, iedereen die zit daarmee, dus... Maar ik heb zoiets van, weet je, ik ga gewoon eens even kijken voor een andere zorgverzekering. En als dat allemaal even duur is, nou, en dan blijf ik gewoon bij deze, simpel. Maar als ik over kan stappen naar wat goedkopers, dan doe ik dat wel, ja. Maar ja, dat zullen we wel weer zien, ja. Vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter. En vergeet het belletje niet, want dan blijf je op de hoogte met alles wat op YouTube online komt. Elke dag om 2 uur weer een gloednieuwe vlog. Dus nogmaals, dankjewel voor het kijken en graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.